Papa is aan het huilen. Waarom? Papa heeft dit gekregen. Oh. Oh, dit is leuk! Ja, vind je dat leuk? Ja. Die heb je ook gehad, hè? Zet je spelletje hier op. Het is van Extreme Rides. Maar zie je er niks aan? Ja, maar wat zie je er nog meer aan? Ja. Hij is van Extreme Rides. Staat hier Extreme Rides? Extreme Rides. Ja, papa, zo goed kan hij nog niet lezen. Hij kan het herkennen. Hij herkent het. De naam. De, ja. Staat er Extreme Rides? Ja. Er staat geen Extreme Rides. Good Life. Nee, er staat geen Good Life. Wat dan? Er staat Abracadabra. Good Life. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good Life. Goedendag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op Good Life. We zijn begonnen met een klein stukje Instagram. Alle Instagram volgers hebben dat kunnen zien op Instagram. Good Life _ Extreme Rides. Maar nou gaan we verder, ik had hem alleen zo open gemaakt. Ik had verder niks laten zien. Maar dit, dames en heren, is de laatste Silver Play Button. Yay! Nou, dat is ook problemen. Hij zat vast. Hij is echt goed vast. Kijk, hop. Ta-da-da-da-da. Mooi, hè? Dan komt hij hierbij. Kijk hier al naar de andere twee. Kijk, wat mooi is, deze is van Extreme Rides. Dat is mijn eerste kanaal. Vanuit 2006 komt hij uit. En daar heb ik het langst over gedaan om de 100.000 mee te bereiken. Maar ik ben er wel trots op. Ja, zo hard voor gewerkt. Dat is ook waar mijn hart ligt, hè? Attractiepark en dergelijke. You have just done something that is very few YouTube creators. You have just done something that very few YouTubers creators accomplished. Nou, een heel verhaal van fantastisch het allemaal is. Ta-da-ta-ta-ta! Ta-da-ta-da-tom, kijk, daar ligt hij. Dit is hem. Mooi, van Extreme Rides. Ah, wat staat hier nou? Wacht even. Ga je mee, nou. Dat is zonde. Hebben ze de code op te gezet? Je vult toch wat je dingen in? Huh? Nou, schat, misschien is hij wel voor de buurman. Oh, dit heeft geen YouTube. Sorry. Nee, dit is, je vult een code in. En daarmee kun je zo'n Silver Play Button bestellen. Maar ja, ze hebben die code afgedrukt. Of ik heb dat in een verkeerde vakje ingevuld. Of we hebben dat zo gedaan. Maar je weet het er ook wel. Je ziet het dat je Extreme Rides bestelt. Ja, kan je er een mailen, een fotootje maken. Ik weet niet of ze een tweede sturen. Ik vind het wel een teleurstelling, ja. Het is nou niet... Je eerste kindje. Ja, die andere twee heb ik ook gedaan. Die andere twee zijn ook goed gegaan. Dus waarom deze fout gaat. Maar ja, dit had hem dus moeten zijn. Ja, het is hetzelfde als die van Good Life. Want die hebben eigenlijk vlak achter elkaar de 100.000 meegehaald. En het idee was om hier zo te gaan hangen. Maar ja, zal ik hem dan aan de muur gaan hangen? Ja. Ja, want het is niet mijn kanaal. Jawel, het is wel jouw kanaal. Het is jouw cool. Maar het is toch van jouw kanaal. Hey, zouden ze met die code nog meer dingen kunnen bestellen? Nou, dames en heren, probeer het uit bij YouTube. Ik wil even zoeken welke pagina moet hebben. Er is een pagina waar je die dingen kan bestellen. En deze code invoeren. 8EMXQ2KV. Misschien dat ik allemaal een Silver Play Button kan halen. Ik denk het niet hoor. Dat zijn de unieke codes. Anders zijn we maar ik vind het wel zonde hoor. Jammer. Ja. Jij zegt gewoon ophangen? Ja, tuurlijk. Misschien krijg je dadelijk, als je nieuw hebt, heb je er 4. Ja, ik zou YouTube wel even mailen, sowieso, maar ja. Ik ga een betonhaakje even. Kijk wat onze kleine Jason ervan zegt. Ah, nee, niet alleen een betonhaakje heb je nodig, maar je hebt ook een hamer nodig. Ja, kan ik hem in elkaar slaan. Ah, liefje, wat ben jij aan het doen? Jason, wat ben je aan het doen? Minecraft. Alweer? Kijk hoe die bij ligt. Wat denk je, jong? Niemand is hier. Ik heb lekker relaxed. Ik lig helemaal in mijn eentje. Kijk dit kopje, jong. Moet je zien. Papa is aan het huilen. Waarom? Papa heeft dit gekregen. Oh. Oh, dit is leuk! Ja, vind je dat leuk? Ja. Die heb je ook gehad, hè? Zet je spelletje even op. Het is van Extreme Rides. Maar zie je er niks aan? Jawel, ja, maar wat zie je er nog meer aan? Hij is van Extreme Rides. Staat hier Extreme Rides? Extreme Rides. Ja, papa, zo goed kan hij nog niet lezen. Hij kan het herkennen. Hij herkent het. De naam. Ja. Staat er Extreme Rides? Ja. Er staat geen Extreme Rides. Good Life. Nee, er staat geen Good Life. Wat dan?
Er staat abracadabra, er staat gewoon helemaal niks. Ze hebben een verkeerde naam opgeschreven. Waarom? Ja, hebben ze fout gedaan. Dus ik heb een prijs gekregen met de verkeerde naam. Dat is toch erg, als jij een prijs verdient, dan zou de Jaden erop schrijven. Dat is mij overkomen, erg hè. Hoe moet papa nou eraan doen? En allemaal papa huilen. Dus ik wacht eigenlijk op een kus, knuffel. Een kus, knuffel, ja. Papa wil een knuffel en een kus. Kom jong. Kus, knuffel. Nou, met moeite gaat hij me troosten. Ja, wij zitten in het spel. Zo. Arme pap. Niet leuk, hè? Nou, wat heb ik uiteindelijk allemaal meegenomen? Het betonhaakje. De hamer. Maar ook een schroevendraaier. Wat denk je, wat moet je met die schroevendraaier? Ik heb ook stickertjes. En ik dacht, nou, ik kan een stickertje eroverheen plakken. Dat gaat net niet. Maar dan heb ik het ook. Toch? Maar ik ga eerst even meten waar die moet. Want al zou ik een nieuwe krijgen, dan is die net zo groot als deze twee. Dus we kunnen hem wel even vast ophangen. Waar gaan we die ongeveer hangen? Wat denk jij, schat? Hoe gaan we dat meten? Nou, meten is weten, zeggen ze. Ja. Een stuk omlaag. Omlaag. Een beetje naar rechts. Een klein beetje terug. Ja, nog een beetje omlaag. Juist, zo ja. Nee joh. Ja, dat vind ik mooi. Dit is toch een stuk dan dat, kijk dan. Ja, dan ga je ietsjes hoger, schuif je hem op. Ja, maar nou is hij wel een stuk breder, tussenin. Dan moet je... Ja, dan pak dan een meetlat. Ja, ik laat die camera in je handen staan. Volgens mij moet ik filmen. En schat, lukt het? Nee. Hoe meet je dit met... Ze zegt meet met dat ding, maar... Hoe moet ik meten, jongen? Meet hiermee. Nou, weet je wat? Ik sta even vrouw, hè? Ja, meet hier even mee. Nou, dit is gemaakt, Mali, om te schroeven. Ja. Niet om mee te meten. Ja. Ga even een metertje halen beneden. Blijf ik hem even vasthouden. Ja, leg hem maar neer. Ga dan haal je even een meetlat. Dit is een meetlat. 10,5 en... Ja... 10. Even kijken. Kijk schat, geen pen. Kom ze weer met dat ding. God hé. Alsjeblieft. Nou ja, 10,5. Dat is ongeveer tot hier. En dan 10 centimeter. Lager. Zo, moet het opnieuw weer te stukje hier. Zo, daar schat. Zo. Okay. En dan heb ik hier. Een betonhaakje nodig. Goed zo. Nou, ga ik hem daarin meppen. Mag ik hem slaan? Nee. Jammer. Ik heb het de laatste keer gezien, dat deed je hem op zijn kop bij die. Weten de mensen ook nog wel. Kijk. Au! Kom maar binnen, Sinterklaas. Zo. Hé, dat was bijna poep tegen de camera. En dames en heren. Tada! En mooi, daar hangen ze. Ik ga deze dus even demonteren, maar hoe hebben ze die vastgemaakt en hoe krijg je die los? Kan dat? Ik neem aan dat hier gewoon een bordje op zit, dat open kan maken. Ik denk niet dat het is gewoon om dat dingetje eraf te schroeven. Denk je? Dat denk ik ja. Om hem kapot maken. Nou ja, aan de andere kant, mijn naam staat er toch niet op. Ja, hij stond niet van mij. Tenminste, mijn naam staat er niet op. Ik bedoel, als jij een prijs krijgt met een verkeerde naam erop. Ja, het is gelukkig de achternaam, hè? Kijk, als die stickers erin kan plakken, dan is het er enigszins een beetje... Kijk, zie je? Ik heb ze gewoon eroverheen geplakt. Eigenlijk, wat is het nut daarvan? Dat is de achterkant, hè? Als je hem neerzet. Je kan hem op het bureau zetten en dan is de achterkant netjes afgewerkt.
Wat een alles, jongens. Je moet er maar wat voor overhalen, hè? Ja, ik weet niet zeker of ze een nieuwe gaan sturen, hè. Ik bedoel, YouTube is een groot logapparaat. En je krijgt er heel slecht contact mee. Dat weten we allemaal, iedereen een beetje met YouTube werkt, weet dat. Dus in principe is het dit ook, hè. Ze maken dit zo aan elkaar zo en dan... hoop ik. Maar ja, waarschijnlijk is die te klein, die sticker. Pak je dat weer naar elkaar. Dan dat die eroverheen, maar... Misschien nog die 8. Twee naast elkaar plakken. Oh, één. Ik hoop gewoon dat ze een nieuwe sturen, hoor, van YouTube. Dus YouTube, als jullie kijken, het zal wel niet, maar mocht hij nog YouTube kijken, denk ik, ah, wat zielig voor de jongen. Geef het allemaal aan bij YouTube. Hij is al 11 jaar, hè, vanuit 2006. Misschien ben ik wel de oudste YouTube-kanaal van Nederland. Ik weet niet, wie kent er nog een oude YouTube-kanaal dan 2006? Die nog actief is, natuurlijk dan. Zo actief als ik ben met Xtremelines. Ik ben dus al, ja, meer dan 11 jaar bezig. Ja, goed. Zo. Ik had er nog kiezen om te zeggen, laten we nog een grote sticker op plakken. Dan kan ik een mooi stickertje maken. Ja. Dan is dit het alternatief. Misschien gewoon in die kleur grijs. Misschien wel mooier. Maar ik laat nu even zo. Want ja, met zo'n code erop. Maar of ik dan die fout gemaakt heb op YouTube, dat weet ik nog helemaal niet zo zeker. Ja. Maar aan de andere kant, stel dat ik die fout had gemaakt, konden ze wel bedenken even op YouTube dat het niet zo heet. Ik denk zelf wel dat jij daar die foto hebt in kunnen maken. Maar goed. Ja, normaal voer je die code in. En dan klik je oké. Want je hoeft niet nog een kanaalnaam door te schrijven. Het zou een beetje raar zijn, want je meldt je aan als je eigen kanaal. Je krijgt een linkje in je kanaal, daar klik je op. Nou, dan kan je dus je code invoeren en dan wordt die opgestuurd. En ja, maar die is ook goed gegaan. Dus het lijkt me een beetje raar dat je dan in één keer erop kan zetten. Ja. Pietje Buk. Bijvoorbeeld. En dan maak ik hem dicht. Dat is alleen dat dingetje eraf. Maar ja, je kan hem toch aan de muur en niet op het bureau neerzetten. Daarom. Of bij het oud vuil. Ja. Nee, hij zal nooit bij het oud vuil gaan. Ook deze niet. Je kent natuurlijk nog een ander kanaal. En daar kun je natuurlijk wel wat in stoppen. Kijk. Mooi. Maar dan moet ik hem even... Ah, dat meen je niet. Ik ben ook zo handig, hè. Dan zitten die gaten daar dus dan. Ja, dat wil je openmaken. Ja, nee, dan gaan we. Zo. Haha. Zit hij weer. Nou, dat moet goed zijn. Ja, goed. Deze er even weer op. En dan kun je op gaan hangen. Waar zijn je schroefjes? Ja. Waar je ze net gelaten hebt. Ja, jij zit er toch aan, Melani? Ikke? Ga mij de schuld geven. Ik heb alleen de camera aan mijn handen. Ja. Doe dan ook wat. Ja. Doe maar eens neus, hè. Oh, zit er gewoon in. Eentje. Mijn één ben kwijt. Eén schroefje. Dan moet je die andere maar zoeken zo meteen. Ik vind het altijd wel fijn in zo'n vrouwtje. Die kan ik tenminste altijd de schuld geven. Is altijd lekker. Ik heb zo'n ronde. Oh, heb je hoeveel honden? Ja. Zo. Tadadadadam. Kijk, nou is hij wel Extreme Rides. Wel een beetje jammer. Dus ik ga YouTube wel mailen. Dan ga ik wel vragen of ze een nieuwe willen toesturen. Maar of ze het doen, is natuurlijk de vraag. Ik hoop het eerlijk gezegd wel, want het is toch wel... Want ja, het zijn toch gelijken. Ja. Zonder allemaal gelijken. Je zag wat, kijk eens. Ja, ik zit ook aan het kijken. Dit YouTube-logo, nou, tegenover die, terwijl ze half de grootte hebben. Ja, ik zat hier naar te kijken. Ja, hier zit het op het glaasje, ja. Hier zit het op het achterbord, hier zit het ook op het achterbord. Ja. En inderdaad, met die logo's zijn ook weer anders. Anders, ja. Dus ze gebruiken verschillende logo's. En deze heb ik dan al bijna anderhalf jaar in bezit. Dat is van Extreme Rides 1, mijn vuurwerkkanaal. Deze die hebben nou net een maandje en deze is nou vandaag binnengekomen, want ik heb die twee bijna tegelijk gehaald, de 100.000. Er zat een week verschil zat daarin. En zelfs daar zit dan weer verschil in, want het lijkt ook of deze iets groter is dan die. Ja, ja. Zie je dat? Het is ja. Terwijl je toch zou zeggen, als je YouTube zou zijn, dan zou je ze gewoon losse massaproductie maken. Standaard, één productie, alleen naam erop zetten. Ja. Nou ja, goed. Ik ga in ieder geval YouTube nog een keer vragen. We gaan het zien. Ik ga in ieder geval verder waar ik mee bezig was, want dit was gewoon even tussendoor. Maar schatje, even als laatste, ja. Ik ben trots op jou. Ik ben ook trots op jou, want dit hebben we toch samen bereikt. Samen met jullie thuis, als kijkers. En ja, ik zit wel een beetje al, waar gaan we de vierde ophangen? Ja, daarboven hè, daar hier. Hè. Ja, dan maken we drie kanalen van de kinderen, alle drie apart. Oh, jij wil meteen een V maken? Ja, kan dan wel. Hebben jullie bij nodig. Dus allemaal abonneren. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. En dan gaan we weer van het leukste met de kinderen. Tot morgen! Abonneer je op Good Life. En vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht. En mis je helemaal niks meer.
Dus druk op de bel!